hier de baas op de basisschool. Hallo mensen, vandaag stellen jullie kijken naar een nieuwe video. Mijn naam is Milan Knol en vandaag gaan wij met elkaar groep 8 raps kijken. We hebben allemaal wel een keer in groep 8 gezeten. Ik heb zelfs 2 keer in groep 8 gezeten. En dan vraag je je af, hoe kan dat dan? Nou, ik ging verhuizen naar een andere stad en toen zeiden ze: Milan, het is handig als je blijft in groep 8. Want je bent nog niet helemaal klaar voor de middelbare school in deze nieuwe grote open stad. Dus ik zei, yo, whatever, what the fuck, boeien ook, kan mij het schelen. Ik blijf gewoon zitten in groep 8. Dus ik bleef zitten in groep 8. Holy shit, zie je dit trouwens? Dit is helemaal nieuw. Wow, dit is helemaal, helemaal schuifbaar en zo. Zo. Wow. Wow. Prachtig, hartstikke leuk. Ik vind het nog steeds leuk om ermee te spelen. Maar zoals jullie weten, ik heb een klein broertje, Shen. En die is nou 11. Hij zei tegen mij, Milan, joh, je moet eens checken, man. Groep 8 raps. Dus ik zo, oké, nou, ik ga even groep 8. Jezus, ik kan niet eens typen. Groep 8. Groep 7, jezus. Oh, daar heb je ook. Oh, we gaan eerst even groep 8 rap doen. Weet je, ik ga gewoon deze beginnen. Ja, oké, wacht even. Even voor de duidelijkheid. Het is niet mijn bedoeling om al deze kinderen in deze video belachelijk te maken of keihard uit te lachen. Maar wat ik nu ga doen, is deze kinderen belachelijk maken en keihard uitlachen. Dus kun je daar niet tegen? Klik gewoon even weg. Gewoon even... Gewoon even optieven, godverdomme, oké? Sorry. We maken super moeilijke toetsen. Oh. Maar dit is eenmaal wat we moeten. We zijn dit jaar aan de macht. What up, dit is mijn homegirl. Deze heeft gewoon een pet op, deze heeft gewoon de stijl. Deze heeft gewoon de hand signs, weet je wel, van het rappen. Van wop, 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 wop. Oké, zij is mijn homegirl. Ik wil haar zin goed horen. Oké, wat is haar zin? Kijk, ze ziet er gewoon al hip-hop uit, weet je wel. Hij niet. Sorry dat ik het zeg, maar je ziet er niet hip-hop uit, man. We zijn dit jaar aan de macht. Zie? Maar volgend jaar zitten we niet meer in groep 8. Oh, shit! It's my homegirl, Shanina. We nemen nog geen afscheid, want we hebben nog lang de tijd. Oké. Oh, nice! De drie sprong aan de macht. Groep 8! Welke groep heeft heel veel kracht? Groep 8! Wie gaat er naar de middelbare school? Wow! Wacht even. Het was echt, het begon zo goed. Wacht, hier. Welke groep heeft... Kijk, dit... Nee, wacht, hier. Wie is op de driesprong aan de macht? Wie is in de driesprong aan de macht? Groep 8! Oké, dat is cool. Gangster. Groep 8! Welke groep heeft heel veel kracht? Kijk, dat is ook nice. Welke groep heeft heel veel kracht? Groep 8! Oké, nice. En dan komt deze en dan zit je echt van... Groep 8! Wie gaat er naar de middelbare school? Wat zeg je? We gaan dat. Ik versta je niet! Maar dat maakt niet uit. Want, als je goed luistert en je doet het 2 of 3 keer, dan hoor je het wel. Wie gaat er naar de middelbare school? Ja. Wie gaat er naar de middelbare school? Groep 8. Ja, oké. De school heb ik nooit meer spijt. Later moet ik 1 baan kiezen. Ja. Daarmee kan je geld gaan verdienen. Kijk! Hij kan wel gewoon goed articuleren. Hij kan het wel. Hij zegt... ik weet niet eens wat hij zei. Maar je verstond hem. Je verstond hem, toch? Je verstond hem. Ik wist met mijn nieuwe klasgenoot. Maar soms doet hij als een XXL-idioot. What the fuck is een... Wow, wacht even. Wat was dat? What the fuck is een XXL-idioot? En wat hoorde ik daarna? Soms doet hij als een XXL-idioot. Ja! Wie is... What the fuck was dat? Als een XXL-idioot. Ja! What the fuck was dat? Ja! Yeah. Wat was dat voor shit? Ja! Groep 8! Welke groep heeft heel veel kracht? Groep 8! Wie gaat er naar de middelbare school? Groep 8! Maar heeft nu nog veel te veel lol? Groep 8! Yeah! Fuck yeah! Hebben we er nog één? We hebben er nog één. Oh! Je weet zelf, vriend. Johnny Walker op de beat. Johnny samen Walker. Met RPB. Kijk, dit is pas rap. Shit. Shout out naar mijn boy Rico. Ja! Yeah. Praat niet via je telefoon, check ons bij de appie. Het is ik en jij en niet met je grappie. Geen gezeur, dus stoppen met je grappie. Geen gezeur. Het is een beetje zo'n... Oh, jongens, ik ben even aan de telefoon. Geen gezeur. Via je telefoon, check ons bij de appie. Het is ik en jij en niet met je grappie. Geen gezeur. Geen gezeur. Geen gezeur. Gewoon even geen gezeur. Kom ik je tegen, dan prik ik met een niffie. Kiezen of delen, dus eentje op je tiffie.
Oké, kom ik je tegen, steken we met je niffie of zo? Maar ik weet niet wat het is. Welcome to Tiffy, map matchmaker, Tiffy, nee meaning, what does Tiffy mean? Ah, straatwoordenboek. Kijk, Tiffy is tanden. Oh, deze boy heeft nieuwe zonder u? What the fuck? Een mes. Ja, kijk, we ontcijferen deze hele rap, ik snap hem. Alles roven, van jou tot je mattie. Je pakt zelfs je sokken, je tas en je Atti. Oké, Atti. Atti is dan Pet, want hij wees naar zijn pet. Dus dat moet wel, Atti. Ja, dat is Pet. Oh, en ik zag ook Batti. Dat betekent ook iets. Batti is een homo, een sukkel. Hongerige jena's, is klaar om te eten. Welkom in de hoed, het is de motto als oh, het dit is die nieuwe dope gast, die andere kerel. Maar het is zo slechte kwaliteit, zeg, bizar. Waarom is het zo slecht? Er is Batra, Jonkels als een pillen. We zijn niet nuchter, maar wel klaar om te innen. Maar hier ook een Jonkel mee, op de grind talade. Gedraag je niet als een gay, want ik accepteer geen nee. Ik zeg shout out naar mijn Gedraag je niet als een gay, want ik accepteer geen nee. Wat? Dus als een gay naar je toe komt, een homo loopt naar je toe en die zegt, hey, wil je pijpen? Dan accepteer je geen nee. Dus dan is het altijd ja. Dus dan heb je... Hè? Hè? Brada in het oosten, stoer op de mic, noem het brengen boze. Dus door de week zijn bierie, in het weekend raketjes. Doet de hosseling verkleed. Hij houdt zich bezig met pakketjes. Ik denk dat die krantenbezorger is, jongens. Ik denk dat we door kunnen naar de volgende rap. Ja. Yeah. Oh! Wij zijn hier met 35 man. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Oh! Deze rap is nog lang niet klaar. Klaar? Maar helaas is het wel het laatste jaar. Woe! Leuke meneer Hans, Nick en Rob. Geef ons bijna nooit op onze kop. Oh. Zit dan toch eens af. Is ongemakkelijk. Ah, lekker op de maat allemaal. Lekker ongemakkelijk. Die dansjes zitten allemaal van... Ah, ik wil hier eigenlijk helemaal niet zijn. Waarom zorgen scholen ervoor dat dit bestaat? Ben je een school? Ben je een kind? Stop de rap in groep 8. Het kan... Het klopt niet. Het is niet kunst en cultuur. Het is kut en cultuur. Het is een kutcultuur. Stop ermee. Dit is zo cringe. Ah. We hebben een korte CITO. Boyken in de kliko. Bijna op de maat. Ik verstond er echt geen hoeren van. Maar het was bijna op de maat. Goed geprobeerd. Ik denk echt dat het handig is om gewoon één voor één gewoon dit te doen. Of gewoon helemaal niet. Dat is het beste, denk ik. Maar dit klopt. Dit kan niet, natuurlijk. Wij zijn één, dat is onze kracht. Ah, next. Waarom zijn er zoveel? Wow, deze dude klinkt gewoon als de shit, vriend. What the fuck? Wie is hier de baas op de basisschool? Zo! Ik zweer het je. Dit is sick. Dit is echt sick. Deze dude heeft bars. Die stem is awesome. Op de maat was het gruwelijk. En hij meende wat hij zei. Deze begint goed. Dus ook op de middelbare school. En jij verneukt gewoon alles. Gewoon in één fucking zin. Één scheet. Tief je gewoon het hele nummer naar de hoeren. Fucking kut. Die event begon zo goed, die jongen. Wie is hier de baas op de basisschool? Dat klinkt fucking gruwelijk. Ook hoe die het zei. En dan komt er zo'n stumpert en die verneukt de hele rap alweer. Wie is hier de baas op de basisschool? En wordt jij dus ook op de middelbare school? Je ziet het, wij zijn samen op de beat. Leraren, leraressen, directeuren, directrices. Waarom laten jullie die kinderen dit verplicht doen? Hier gaan ze jaren spijt van krijgen. Hun worden later oud. En denken, wat voor kutjeugd heb ik gehad. Nooit meer willen hun kinderen. Omdat ze dan verwachten dat hun kinderen ook weer een groep 8 rap moeten maken later. Sluit de deuren, open je oren. Want de juf gaat bij ons de citofiets over horen. Doe je beste kleren aan. Als je het haalt, ga je hier vandaan. Kijk, ik zweer het je. Deze dude heeft gewoon een toekomst in rap. Hij. Wie is hier de baas op de basisschool? Hoe vet klinkt dat? The fuck is dit? Groep 8 meiden? Meisjes, wij zijn cool. Snap jij wel wat ik bedoel? We dragen wel een keer wat en hebben lekker zo. Ja, dag. Jongens. Jongens.
Oh my god. Oh, een reactie op groep 8 rap. Het is al gedaan. Ik kopieer Sam super. Jongens, mijn content is nep. Oké, okay, mijn kanaal. Tot als jullie kijken naar weer een nieuwe video. Ik ben hier vandaag met Mats. Yo, ik ben Mats. Yo. Hij is a.k.a. de Chickies Fixer. Zoek jij nou een vriendje? Wel Mats. 0800 en hopelijk heeft deze... Hij is de Chickies Fixer? Je bent 11. Wat gebeurt hier? Waar gaat de jeugd naartoe? Hij is zo dik. We krijgen later veel huiswerk. Ik dacht dat ik erg was, maar hij zit gewoon random gewoon te zeggen: wow, hij is heel dik. What the fuck? Groep 8, hij krijgt veel mat. Hij is zo dik. Sam Super is een fucking savage. Oké, dit is echt een savage. Shit, het is echt erg. Fucking kinderen deze dagen. Zijn fucking savages, fuck. Holy shit.